Hallo dames en heren en hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van No Limit 2. En we gaan vandaag opnieuw drie coaches breiden van die gast van vorige week. Ik ben zijn naam kwijt. Excuses daarvoor, maar hij weet natuurlijk wel dat het zijn coaches zijn. Vandaag gaan we dus verder. Vorige week hebben we deze gehad in aflevering 41. De Demon Eagle Slide en Fusion. En hij heeft er dus nog gemaakt en die had hij al opgestuurd, meegestuurd. En we gaan vandaag de Poenix, de Beast en Thunderhead van hem bereiden. Ik heb verwachtingen erop, hoge verwachtingen erbij, want zijn vorige coaches vonden het toch wel heel vet. We gaan gelijk beginnen, niet langer aan spanning houden, met de Poenix. En ja jongens, de nieuwe start is eigenlijk gemaakt, zeg maar. Want we hebben dus een nieuwe banner, een nieuw logo, een nieuwe trailer, intro en outro waren al in orde. En de cam is nu daar in dat hoekje. En dat blauwe doek achter mij om dat dus weg te bergen. Moet ik wel rekening houden op mijn speed, ga ik vanaf nu rechtsonder in het hoekje zetten. Omdat mijn webcam dus nu rechtsboven is. En kijk eens aan jongens, zoals ik vorige week heb gezegd, maak dit alsjeblieft dan. Als je dit erbij hebt, zorg dan dat ik het ook kan gebruiken. En heeft hij dus, ja, deze coaster was al meegestuurd, dus dat kon hij niet meer aanpassen. Maar het is wel bij deze zo. Dus we gaan gelijk instappen hier zo dadelijk in de Poenix. Ik zie dat speed, de lift hield, dat mag nog niet, dus we gaan nog eventjes wachten voor wat sneller laten gaan tot we sneller kunnen instappen, want ik wil de coaster dus bereiden. Voilà, we gaan gewoon in het midden zitten, dan pak ik de speed erbij en die zetten we dan hier zo rechts van onder een doekje. Voilà. Ja, ik kan hem ook onder mijn cam gaan zetten, maar ik weet gewoon niet aan mijn cam is, want mijn cam die zit er nu niet in. Die neem ik dus apart op en dat zie ik tijdens het monteren pas waar die cam is en dan knip ik dat zo bij. En ja, dat kan ik ook wel, maar het save, het doet het gewoon save rechtsonder. We doen het gewoon heel safe rechts van onder. Dus ja, we gaan even doorspoelen tot we wat sneller kunnen vertrekken. En daar gaan we al in de Poenix. En dit is dus een oranje achtbaan. En hij gaat vrij hoog. Dit is geen looping achtbaan of coaster met loopings en zo. Dit is gewoon zo'n achtbaan die om de snelheid gaat. Dat mag natuurlijk, kennen we. En dat vind ik ook wel fijne achtbanen. En we gaan hier inderdaad stilstaan. Dat zagen we net al eventjes bij het vorige treintje. Blijf hier even stilstaan. Niet lang denk ik. Want wel. Nee, we gaan al door. En dan gaan we met die ketting dus 18 km per uur omhoog, maar dat gaat toch nog lang duren. Dus dan gaan we het gewoon nog wat versnellen, want hij gaat echt super hoog. Wow, joh. Oké, we zien de baan hier voor ons. Ik ga mijn geluid zelf op zak zetten. Daar gaan we. We maken de eerste drop, 100 in de 60 per uur. We krijgen hier zelfs al remmetjes. Zo snel gaat hij. We gaan een nieuwe drop in. 100. Bijna 150 per uur. We gaan toch niet over. Nee, we gaan niet over de kop. Bijna. Zo'n klein moment. De supports komen erdoor. Maar dat komt dat die zelf gemaakt zijn denk ik. We krijgen weer een ruimtje ertussen. Het zie je vaker en het is niet van niet realistisch. Dat gebeurt dus ook in het echt. Kijk maar naar Europa Park. Daar is dat ook zo. Bij Blue Fire. De Silver Star heeft dat ook. Heeft ook remmen in de heuvel zitten. Hier is ook. En de snelheid blijft er constant in. Wat een snelheidsbeest is dit jongens. Maar ook heel mooi afgewerkt. Omgeving is top. Ben ik echt heel blij mee dat hij zo'n mooie omgeving en zo heeft gemaakt. Dus ja, sowieso jongen. Ik weet niet meer wie precies is. Coaster Crazy of nee, niet Coaster Crazy. Gewoon Coaster nog iets. Blijf alsjeblieft achtbaan maken en je mag ze altijd blijven opsturen naar mij. Ik ga in de beschrijving zetten vanaf nu dus het e-mailadres naar waar je coasters kan sturen. Iedereen mag dat doen als ze dat wil, want ik heb er nog iemand coasters gehad. En die zal voor de volgende aflevering zijn. Maar dit was de Poenix, de eerste van deze drie toppers. En dit vond ik toch wel echt een mega bangelijke coaster jongens. We gaan er eventjes overheen. Om nog eens te kijken. Kijk eens hoe hoog dat ding gaat. Echt super hoog. En dan gaat hij ook hier dus heel steil naar onder. Hij gaat gewoon recht naar onder volgens mij.
ja, hij gaat ongeveer recht naar onder. En de omgeving is mooi af... Ja, daar heb ik niks op te zeggen. De omgeving is afgewerkt en heeft er ook gebruik van de hele map gemaakt. Super. Meer heb ik er eigenlijk niet op te zeggen. Snelle zeubel tot en met. We gaan gewoon verder met The Beast. En ja jongens, jullie zullen het misschien wel gemist hebben. Maar maandag hadden jullie waarschijnlijk ook een aflevering van Droomkrab verwacht. Maar die is er niet gekomen. En gisteren wou ik hem dan eigenlijk doen. Maar dat is ook niet gebeurd. De reden daarvoor is heel simpel. Maandag was het paasmaandag en er is een bezoek geweest wat ik eigenlijk vergeten was. Is het er niet meer van gekomen. En maandag was ook nog de laatste dag voor de eitjes te zoeken. En dan heb ik nog doorgedaan, want ik ben tweede geëindigd met 306 eitjes in totaal. En dan de dinsdag, want toen is er iets geweest. Ze hebben maandagavond de server dichtgegooid in onderhoud. En die is pas heel laat in de avond weer open gegaan. Waardoor ik gewoon niet meer kon opnemen, zeg maar. Dus vandaar dat die coaster, of dat die video er niet is geweest van Droomkrab. Maar die komt er nog. Morgen zal ik hem dan uploaden in de plaats. Beetje later dan verwacht, maar goed. Ondertussen gaan de poortjes open van The Beast. En dit is een blauwe achtbaan. Vorige keer was de tweede achtbaan ook een blauwe achtbaan. Geen toeval of zo, maar was vorige keer ook zo. En dit is een Flora's coaster die recht omhoog gaat. En ik ben benieuwd. Ik zag net al stiekem iets. Dat hij ook daar gaan met alarm gaat. Dus dat betekent dat de vloer gaat wegzakken. En hier komen gewoon remmen tevoorschijn. Daar gaan we jongens. In The Beast. En we staan nog even stil. Misschien is de baan nog niet vrij. Dat kan natuurlijk. Pas als hij daar komt denk ik. Dat hij de baan vrijgeeft. Zullen we het zo zien. Hij staat nu daar. Ja, zie je. Dat is safety jongens. Dat klopt allemaal in de limits. Pas als de trein de eerstvolgende sectie of selectie remmen of zo heeft bereikt. Gaat er een sensor af die toegang geeft tot het vertrek. Het begin is al onmiddellijk leuk. We hebben al een snelheid van 30 per uur ongeveer. En we krijgen hier iets heel speciaals. We krijgen een lounge. Kleine, kort maar krachtige lounge. En dan gaan we beginnen met de rit. We maken een drop 107, dacht ik, 107 per uur. We gaan over de kop, bronelement. Ik ben de naam ervan kwijt. Mijn excuses daarvoor. We gaan weer over de kop. Dat is de tweede keer, dus al een lekker soepel baantje. We maken een kurketrekker. Heel soepele baan heb ik nu al door. En dat was vorige week ook al bij zijn coasters. Heel soepel. Die vorige was ook heel soepel. En hij heeft opnieuw gebruik gemaakt van de hele map voor dat meer door te trekken. Vind ik echt super. En ook de supports heeft hij zijn werk ingestoken. Geweldig. We gaan nog een keer over de kop. Dat is al de vierde keer. Derde niet vierde. De vijfde keer. We gaan ook gewoon onder of door de ander stuk baan heen. Wel heel vet. Kijk maar jongens, dat karretje ook. We kunnen het niet zien. En dan gaan we verder. Voor het laatste eindstuk van deze coaster gaan we nog een keer over de kop. En dit is het stukje pad waar we denk ik onderliepen. En dan maken we nog één bochtje. Nog een bochtje. En dan gaan we afremmen. En het wordt nu ook een heel vette coaster. En tot nu toe, deze overtuigt me iets meer. Want dit vind ik wel heel apart. Wordt hier recht omhoog geschoten. Dat vind ik wel heel vet. En de layout is ook heel vet. En kijk jongens, hij heeft ook echt gebruik gemaakt van de map om dat water door te trekken. En de coaster staat ook echt op een eiland, zeg maar. En hier is nog een eilandje erbij gemaakt. Thematisatie mis ik helemaal niet. Misschien rondom nog wel wat bomen, want hier is het dan weer zo kaal en daar zijn wel bomen. Maar voor de rest vond ik dit ook weer een prima coaster. The Beast, The Beast. En dan gaan we verder met de laatste natuurlijk nog. En dat is Thunderhead. En de Thunderhead is dus de laatste coaster van aflevering 42. En het is een achtbaan zoals we wel kennen, eentje die schommelt. En nu is het geen toeval, maar hij heeft deze coasters naar mij gestuurd. En met de reden dat hij bij Vincent zo lang moest wachten. Nu keek ik gisteren de aflevering van No Limits van Vincent en was hij ook zijn coasters aan het doen. Had hij dus ook van vorige week die verkoop, dat was een B&M trouwens, iemand had me gecorrigeerd. Die B&M Flying Coaster had hij gedaan. En deze had hij volgens mij ook gedaan, maar ik heb de aflevering niet afgekeken. Dus ja, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd, want deze heb ik dus niet gezien. Maar dit is dus een heel dunne baan jongens, jullie zien het.
Maar dit is zo'n coaster die schommelt. Dat is echt zo'n heel leuk speelsbaantype die schommelt en dat vind ik toch ook wel leuk. Dan heb je ook bij de Dreamcatcher in Bobbejaanland. Dat is ook zo eentje, maar daar hang je nou nog met echt een stoeltje los van de grond. En dit is eigenlijk zeg maar, vroeger was het daar, heette het de Air Race. En had de karretjes waren vliegtuigjes. Maar toen hebben ze dus de naam veranderd naar Dreamcatcher en we gaan ook nog over de kop. Dat kan in deze coasters wel, we hebben schouderbeugels. En na de naamverandering van Dreamcatcher hebben ze dus ook de karretjes veranderd. De baan hebben ze helemaal anders gekleurd, want vroeger was de baan wit en de ondersteuning geel. En nu is de ondersteuning en de baan oranje met een blauwachtige tint. Blauw-groenachtig. En ondertussen komen we al aan jongens, kijk eens aan. En dit is dus echt zo'n coaster die schommelt. En ja, ik ben nu wel, eigenlijk ben ik hier wel over de, onder de indruk van ook, van deze coaster. En dat is dus dat mechanisme dat ervoor zorgt dat het allemaal schommelt. Die pistons zeg maar, we kunnen dat even zien als we hier gaan kijken. Dat zijn dus gewoon ja, pistons en er zitten ook wieltjes onder. Zoals de Dreamcatcher dat ook heeft. Met de huidige karretjes heeft je dat ook natuurlijk. Ik wil even zien als je duidelijk ziet dat die schommelt. Even slow motion, kijk. Volgens mij zie je dit wel duidelijk, kijk. Die karretjes die schommelen dus wel heel duidelijk. En slow motion ziet er ook wel vet uit. In snelheid te snel, in speed te snel. Ik vond hem ook een hele leuke coaster. Heeft hij ook heel mooi ingebouwd in het bos. Ja jongens, ik zeg het, deze jongen maakt heel mooie coasters. En ik verwacht nog meer van hem. Ik wil gewoon nog meer coasters van hem krijgen. Dus als je dit ziet, en dat hoop ik dat hij dit kijkt. Maak alsjeblieft meer coasters. En merk ze zo mooi als je kan af. En maak gebruik van wat ik zei. Als je een stuk pad maakt. Gebruik het dan ook en niet op een starten rechtstreeks in de coaster. Ik dank jullie weer allemaal voor het kijken naar deze gloednieuwe aflevering van No Limits 2. Vergeet zeker geen like achter te laten als je dit een leuke aflevering vond. En ook te abonneren voor meer vette video's. En dan zeg ik tegen jullie nog de bekende woorden. Nog een fijne avond en graag tot de volgende video. Later!